Oké, okay, wat zwemt daar? Is het een chinchu? Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En allereerst wil ik even zeggen dat ik het super tof vind om te zien dat jullie zo enthousiast reageren op deze Water Type Only Challenge. Jullie hebben massaal gekeken naar mijn normale playthrough, massaal gekeken naar mijn Fire Only playthrough. En nu kijken jullie ook weer met z'n allen lekker naar deze Water Only playthrough. Echt super tof, dankjewel voor de support. Als je dit nou een leuk kanaal vindt, druk even op de duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En dan zeg ik alvast dankjewel. Gewoon omdat ik weet dat jullie dat doen. Dankjewel. Ja, we moeten nog afrekenen met een aantal trainertjes. Waaronder deze trainer die een stuffeltje bij zich heeft. En die begint een beetje bij de hand te doen tegen mijn Chewbacca. Het wordt de hoogste tijd dat mijn Chewbacca even gaat evolueren. Dit was niet echt een handige move. Ja, Chewbacca heeft het moeilijk, jongens. Chewbacca is nog niet super goed, helaas. Reptile is gelukkig wel super goed. Reptile is super chill. En Reptile zal deze stuffel wel eventjes in mootjes hakken. Hop. Oké, dankjewel. Oeh, ze heeft ook nog een Raltzje. Hallo Raltzje. Zal ik even kijken gewoon hoe ver ik kom met waterpuls? Waarschijnlijk... Oké. Super chill. Ook nog een Cutiefly. Nou, ze gaat lekker joh, met zoveel Pokémon. Of hij. Is het een hij? Nee, het is een zij volgens mij. Die trainster. Pak de Cutiefly. Ah man, lekker Drizzle. En we zijn onderweg naar de brug. En meneer, mag ik even jouw fiets? Dan ga ik even deze team jouw gasten voor je verslaan. En dat ga ik doen met Davy Jones. Dan ga ik proberen met Davy Jones. Echt zo fijn dat ik een ice move ken, jongen. Deze wil ik echt niet weghalen, die Aurora Beam. Tenzij ik een betere ice move krijg. Maar Aurora Beam is tot nu toe echt een van mijn favoriete aanvalletjes. Gast, wat zit je me nou te paralyzen, jongen? Dat is normaal, joh. Ja, irritante Zigzagoon. Pak hem. Oké, bijna. Nog één klappie. Kom op, Davy. Je kan dit. Ja, lekker. Oké, Zigzagoon is down. Nou, dan ga ik voor de Thievul die we nu moeten verslaan. Even wisselen naar Smeagol. Want het is niet chill als je Pokémon geparalyzed is. Kijk hem. Hij is gewoon al geëvolueerd, jongen. Hij doet een quick attackie. Oké, die doet niet zo heel veel pijn. Hij staat er wel als een baas, jongen. Als een soort van keizer of zo. Met dat snorretje van hem. Ja, oké, Thievul. Je bent lekker bezig. Potverdorie, man. Ik weet niet of ik hem ga verslaan, hoor. Ja, ik heb moeite. Ik heb moeite met deze Thievul. Kom op, Mudshot. Nee, dat doet het ook niet. Ik ben nu misschien wel sneller dan Thievul. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon wisselen naar Reptile. Ik hoop trouwens dat we in deze aflevering Nessa gaan verslaan. Ik weet nog niet of dat gaat lukken. Ik weet nog niet of we zo ver gaan komen. Maar ik ga wel proberen om lekker op te schieten, zodat we daar aan gaan komen. Maar dan moeten we eerst even met deze freaking Thievul afrekenen. Want die begint wel een beetje irritant te worden. Hier, lekker. Je bent confused. Wil je jezelf even slaan, Thievul? Heel goed. Daar hou ik van. Oké, ik verwacht wel een hoop XP voor deze Thievul. Ja, kijk, dit gaat lekker. Reptile, Chewbacca, Smeagol en Davy Jones een leveltje omhoog. Ik ben benieuwd, gaat een van jullie nu even evolueren of niet? Ik kan nu Bubble Beam leren, die is ietsje sterker dan Water Pulse, maar Water Pulse heeft de kans om tegenstanders te confusen, terwijl met Bubble Beam de tegenstander langzamer wordt. Dus ik denk dat ik toch voor confusion ga dan. Dat betekent dat ik Water Pulse hou in plaats van Bubble Beam. Oké, dat is één. Moeten we die andere ook nog verslaan? Ik wil mijn fiets. Ja, Team Yell wil ook een fiets. En Team Yell gooit gewoon een freaking Sableye, jongen. De vraag van vandaag is trouwens, wat vind jij, of wie vind jij, de leukste Water Starter Pokémon? En dat mag dus zijn van alle generaties. Wie vind jij het leukste? Is het bijvoorbeeld Squirtle? Is het Froakie? Mudkip? Of toch Oshawott of Popplio? Totodile hebben we nog. En Piplup, wie vind jij het leukste? Ik vind Froakie op zich wel cool, maar ik heb niet zo heel veel met Greninja. Terwijl we deze Sableye even veel makkelijker slopen dan die Thievul. Nice. Bot gaat een leveltje omhoog. Ik vind Mudkip wel echt een baas. Ik vind de eindevolutie van Mudkip misschien niet de tofst. Maar Mudkip zelf is echt super nice. En natuurlijk gewoon een Squirtle. Squirtle vind ik ook cool. Oh ja. En we mogen natuurlijk Sobble ook niet vergeten, jongens. Hey gast, dankjewel voor je fiets, man. Hoppa. En door op mijn fietsie. Over de Wild Area. Oh, en daar is Hoppy weer. Hoe vaak wil jij nog tegen mij battelen, man? Hoe vaak ga jij je Wooloo er nog uitsturen? Je schattige fluffy schaapje. Ach, arme Wooloo. Maak hem kapot. Bam. Hij doet ook echt alleen maar growl. Waarom doe je growl? Ik ben bezig met een special attack, jongen. Daar heb je toch helemaal niks aan, Hoppie. Word alsjeblieft een betere Pokémon trainer. Terwijl Jennifer naar level 18 groeit. En Chewbacca het tegen Corvusquire mag gaan opnemen. Corvusquire is sneller, dat dacht ik al. Ik dacht ook dat hij me aan ging vallen. Maar hij gaat me niet aanvallen. Daarom doe ik payback. Want dan komen we twee keer zo hard terug. Dus als hij me nu wel aanvalt. Kijk, hij doet nu pluk. Ja, dat doet heel veel pijn. Oké, nu doe ik hem twee keer zoveel damage, jongens. Gaan we die Corvusquire. Wat? Oké, daar ging iets fout, jongen.
jongens. Dan moet Reptile het maar weer op gaan lossen. Reptile, sloop jij die Corvus Quire van Hop eens even. Hoppa. Hoeveel Pokémon heb je ondertussen trouwens, Hop? Oh, je hebt er 3. Dit is je laatste alweer. Oh, Hop. Ik vind je schattig. Kom op, Smeagol. Pak die reboot. Lekker. Terwijl Hop nog steeds denkt dat hij gaat winnen. Ja, en ook met Double Kick ga je het niet winnen, hoor. Ah, maar die reboot is wel een aardige Pokémon natuurlijk. Alleen ja, mijn Smeagoltje, die is gewoon beter. Kijk, hoppakee. Weer 4 Pokémon level omhoog. Smeagol, David Jones, Chewbacca en Reptile. Evolueren, evolueren. Hop. Dit is ongeveer de 5e keer dat ik je versla. Misschien moet je het maar gewoon opgeven. Trouwens, bedankt voor je revivejes. Dat vind ik wel aardig van je. Nog steeds gaat er geen Pokémon van mij evolueren, potverdikkie. Volgens mij staan hier ook nog een aantal trainertjes die we kunnen pakken. Ja hoor, dat is wel even goed ter voorbereiding op Nessa. Oké, dan gaan we natuurlijk vol voor Aurora Beam. Nou, David Jones, jongen. Echt, dat is wel een baasje van mijn team, hoor. Ik had nooit verwacht dat een Remoraid het baasje van mijn team zou worden. Als jij tegen mij had gezegd, Rick, Remoraid, die ga je zo tof vinden. Ik had je echt aangekeken, jongen, en gewoon niks gezegd, denk ik. Maar ja, hij doet het supergoed. Ik ben er eigenlijk hartstikke blij mee. Kijk, daar gaan we weer. Nu tegen een Woobatje. Hoppakee, ook super effective natuurlijk. Hij probeert mij te confusen. En dat lukt lekker niet. En dan gaan we hem finishen. Doei. En ook Woobat is down. Een botje groeit naar level 20. Die heb ik nog bijna niet gebruikt, onze Wooper. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik met Wooper moet. Maar hij gaat wel evolueren. Misschien dat ik hem nu wat vaker moet gaan gebruiken, jongens. Hier gaat Wooper evolueren. Het is wel een schattige Pokémon. En hier hebben we Quagsire. Ik weet niet wat jullie van Quagsire vinden, jongens. Vinden jullie Quagsire een beetje nice? Misschien wordt hij uiteindelijk beter dan Timple. Ik heb echt geen idee. Ik ga hem gewoon inzetten. Bot, ik ga je eindelijk gebruiken. Daar gaan we. Volgens mij is dit zelfs de allereerste battle van Bot. Oh, en hij mag het gelijk op gaan nemen tegen Croagunk. Kom op, Bot. Ah, je bent in ieder geval wel een behoorlijk zware Pokémon, weet je. Ik ga er wel een beetje vanuit dat je in ieder geval gewoon een paar klappies kan hebben. Dat je niet zomaar in één keer genakt wordt. Oké, wij gaan voor Mudshot. En we missen gelijk. Nou, dat begint goed, botje. Lekker bezig. Nu dan. We missen weer. Heerlijk. Wat een mooi debuut. Dit gaat helemaal niet goed. Hij kan wel veel hebben. Oh, ik ben ook nog flinched nu? Nou. Al die klapjes doen totaal geen pijn op Bot, maar ik raak hem gewoon niet. Kijk nou, waarom raak ik? Ik raak hem helemaal niet. Ik heb al 4 keer geprobeerd om aan te vallen. Wat is dit, botje? Kom op. Je kan toch gewoon raak slaan? Wat nou? Waar heeft dit mee te maken? Waarom mis ik alles? Ik kan toch wel 1 keer raken? Ja, kijk, hè. Ik raak 1 keer en hoppakee. Dan is het gelijk ook gedaan met Croagunk, hè? Kijk, als Bot raak slaat, dan ben je ook gewoon gelijk finished, hè? Dan is het gelijk afgelopen. Het viel me wel op dat hij echt superveel klappen kan hebben. Dat hij echt niet zomaar kapot gaat. Dat is wel heel nice. Oké, en door naar Hulbury, waar Nessa op ons aan het wachten is. Deze stad heeft misschien wel de favoriete soundtrack voor mij. Ik vind dit zo'n lekker nummertje. Lekker beetje country zo. Ja, like it. Oh, in deze stad kunnen we natuurlijk ook nieuwe Pokémon gaan vangen. Ja, dat is ook nog een ding. Maar wie moet er dan uit? Wie van deze moet er dan uit? Dit wordt nog een lastige keuze, jongens. Want zoals jullie misschien wel weten, kunnen we in deze stad namelijk een Barracuda gaan vangen. En dan gaan wij eens even kijken of we inderdaad een nieuwe Pokémon gaan vangen. En of we die dan ook in ons team gaan doen, jongens. Die nieuwe Pokémon die vang je hier zo onder het stadion van Nessa. Dan moeten we even een klein beetje gaan vissen. En volgens mij is hier ook nog een Basculin te vinden. Kijk, maar deze... Ja, Arokuda. Dit is een supersnelle Pokémon. Deze wil je eigenlijk gewoon hebben voor zijn snelheid. Oké, hij begint mij te bijten. Oh, nou, mijn defense is... Oh, het is een critical hit. Ik wou zeggen, mijn defense is toch niet zo supergoed. Maar het was natuurlijk een critical hit, dus dat telt niet helemaal. Hij doet Aqua Jet. Nou, nice. Dan krijgen wij onze HP terug. Oeh, dat is wel een lekkere ability trouwens. Heerlijk. Bedankt daarvoor, hè. Oké, we kunnen Arokuda in ieder geval nu gaan vangen. Ik ga het gewoon... proberen met een nestbal. Zou leuk zijn als we deze in... Oké, laat maar. Never mind. Ik doe het gewoon normaal. Ik gooi gewoon wel een great ball. Ja, dit is natuurlijk wel weer een dingetje. Kijk, deze Arokuda, die is een hoger level dan mijn bot. Misschien moet ik gewoon even mijn Drizzle eruit gooien. Want die is namelijk hetzelfde level als Arokuda. En ik heb zo het vermoeden dat ik hem dan iets makkelijker vang. Tenzij ik ook echt een hoger level moet zijn. Kijk, dit is al in ieder geval 1 tikje, 2 tikjes, 3 tikjes. Ja, kijk, zo doe je dat. Nice. Een Arokuda dus. Oké dan. Ja, en nu de grote vraag. Wie moet er dan uit mijn team? Het is wel leuk om deze nieuwe water Pokémon in mijn team te doen. Ja, aan de andere kant, het is alleen een watertype. Dat is niet super handig. Oké, deze water Pokémon is super snel. Dus ik weet best wel een leuke nickname voor hem. Dames en heren. Dit is The Flash. Maar ja, wie moet er dan uit mijn team? Quagsire is water en ground. Judo is alleen water. Maar als we straks Dreadnought hebben, is die natuurlijk ook water en ground. Drizzle hebben we. Remoraid is ook alleen water, maar die bevalt me echt heel goed. Timple is ook alleen water. Ja, Magikarp. Oh,
ik vind het nu al zo moeilijk. Ik denk dat ik Chewtle uit mijn team ga doen. Ik ben toch niet helemaal onder de indruk van Chewtle. Ja jongens, dat gaan we doen. We gaan voor snelheid met de Flash. Doei Chewbacca, je hebt wel echt een bazen-nickname. Maar ja, van een bazen-nickname kunnen wij niet leven natuurlijk. Ik heb Chewtle al een keer eerder uit mijn team gegooid in een andere playthrough. Oh, en nu was ik te langzaam, potverdorie. Oké, dit is wel echt super ver. Zou dat betekenen dat hier een speciale Pokémon zit? Het is Basculin. Ja, ik weet het niet zo goed met Basculin. Het is niet echt een Pokémon die ik heel snel in mijn team zou doen eigenlijk. Ik vraag me een beetje af of dit een goede Pokémon is. Laat het even weten in de comments. En laat ook sowieso weten welke Pokémon jullie uit mijn team zouden doen nu op dit moment. Want ja, als je een Water Only Challenge gaat doen, dan is het gewoon zo dat je heel veel keuze hebt van welke Pokémon je in je team gaat doen. Je ziet het nu al. We zijn bij de tweede gym en dit is al de 8e Pokémon die we zouden kunnen vangen. Ik switch weer even naar Reptile, zodat ik hem in ieder geval gewoon kan vangen. Ja, hij doet weer Aqua Jet. Helemaal prima. Kom op, pak hem. Oké, je gaat moeilijk doen. Weet je, dan probeer ik het gewoon met een netbal die ik net heb opgepakt. Oké, wat is je probleem? Weet je, screw you, dan ga ik je gewoon proberen te verslaan. Of niet. Nee! Reptile is down. Nu heb ik een nog grotere hekel aan je gekregen. Wil je gewoon eventjes in deze Great Ball blijven zitten, alsjeblieft? Wil je alsjeblieft gewoon eventjes normaal doen? Wat? Hey, je bent geen Superman of zo. Je bent geen Terminator. Ik begin het zat te worden, hè? Waarom doe ik eigenlijk al deze moeite? Want ik ga je toch niet in mijn team doen. Ja, dat weet jij gewoon, hè? Daarom wil je niet in die Pokéball. Daarom wil je dit niet. Kom nou maar. Hoppakee. Oh, dit is wel echt heel veel XP. Dat is wel lekker. Bot en Jennifer gaan een level omhoog. Oké, weet je wat? Omdat we toch met de film en game namen bezig bent, je bent wel Terminator, Basculin. Ik zei net dat je geen Terminator bent. Hier, alsjeblieft, je bent wel Terminator. Maar je gaat wel naar de box, want ik heb geen zin in jou. Oké, jongens, we gaan Nessa even opzoeken. Sta je weer lekker te chillen bij de waterkant? Trouwens, wist je dat je hier ook een Chinchu kan vangen? Dat is misschien nog wel een hele goeie voor dit team. Een Chinchu. Misschien moeten we die nog wel hebben. Maar dan weet ik weer niet wie ik nu uit mijn team moet gaan doen. Wie moet er nou uit het team als ik straks een Chinchu erin doe? We moeten wel echt oppassen dat we dan niet allemaal kapot gaan, hè. Maar laten we even proberen om die Chinchu te vangen. Nee, ik hoef geen Chewtle te vangen. Ik heb je net uit mijn team gedaan, Chewtle. Oh, dit wordt echt nog lastig, man. Moet dan toch Aerokuda weer uit mijn team? Of moet ik een ander uit mijn team gooien? Ik weet het gewoon niet. Maar ik wil wel die Chinchu in mijn team hebben, denk ik. Wat is dit? Ah, het is weer een Aerokuda. Ja, Aerokuda is wel een onwijs snelle Pokémon. En volgens mij heeft hij ook echt een prima attack. Volgens mij wordt Barracuda in competitive nog wel eens gebruikt. Oh, man. Maar die ability van Bot van Quagsire is wel ook wel nice. Helemaal straks in de gym van Nessa. Dus daar moeten we Bot sowieso nog even houden, denk ik. Davy Jones groeit ondertussen ook naar level 22. Oké, wat zwemt daar? Is het een Chinchu? Nope. Nope. Het is de XP-bom Basculin. Hoppakee, daar gaat Basculin. Even kijken hoeveel XP we nu krijgen. Net kregen we echt 700 of zo. Hier, 613. Dat is echt knijterveel. Smeagol gaat naar level 24. Die wil Flail leren. En dat gaan we niet doen. Oh, wacht even. Jennifer groeit naar level 20. Ik had het helemaal niet door. Maar kijk wat hier gaat gebeuren. Ja. Misschien wel de ultieme water-Pokémon, jongens. Gyarados. Finally. Gyarados. Ja, ik denk niet dat er ook maar iemand van jullie is die zegt... Doe Gyarados niet in je team. Dat geloof ik nooit. Hoppakee. En een nieuwe aanval. Ja, ik wil dus het liefst Pokémon die twee types hebben. En op basis daarvan maak ik een beetje mijn keuzes van wie er in mijn team komen. Dus ja, ik denk dat ik wel een klein beetje weet wie er uit mijn team gaat. Ik denk dat deze vriend is als ik die straks weer tegenkom. Toch Aerokuda. Sorry man, het heeft niet heel lang geduurd, Flash. Ja, kijk, hier is die. Jullie weten het niet, maar we zijn echt bijna een half uur verder voordat ik eindelijk eentje heb gevonden. Chinchu. Oké, nu moet ik hem alleen niet kapot maken. Dus, Sucker Punch, daar zal ik hem toch niet mee slopen in één keer, toch, jongens? Nee, kijk, zie je? Chinchu doet Bubble Beam op mijn bakkes. Dat doet niet zoveel damage. Dan doe ik een waterpistooltje op zijn bakkes. Dat moet ook niet al te veel damage doen, denk ik. Nee, kijk, heel goed. Oké, daar gaan we. Deze wil ik wel graag in mijn teampje hebben, hoor. Het is wel lekker om ook een elektrisch type Pokémon in mijn team te hebben, namelijk. Ik denk dat ik hem hierna nog één keer zou kunnen raken. Hij doet wel Thunder Wave. Of zal ik hem gewoon proberen te vangen? Zal je altijd zien. Dat ik dan opeens een critical hit heb of zo. Dat gebeurt echt te vaak. Ik ga hem gewoon proberen te vangen. En ik ga het proberen met een netbal. Let's go. Kom maar, Chinchu. Kom maar gezellig gewoon in mijn teampie. 1. En 2. En 3. Is dat hem? Ja, lekker. Oké, dan. Ja, hier ben ik blij mee, jongens. Dit vind ik nice. Oh, kijk. Volgens mij gaat er heel veel level omhoog. Nou, 2. Oké, Bot en Davy Jones. Maar wie moet er nu uit? Ja, ik denk dat ik het eigenlijk al weet. Kijk, hoppakee. Water en een elektrische Pokémon. Wie is de god van de donder? Het is Thor. Dus deze Pokémon noem ik gewoon lekker Thor. En Thor, dan mag je toch...
in plaats van de Flash. Ja, die is echt maar heel kort bij ons geweest, jongens. Nou, ligt hierachter nog een TM. Dat was ik helemaal vergeten, maar Electroweb ligt hier. En dat kan wellicht wel chill zijn voor Chinchu. Dan ga ik ook nog even snel naar de markt hier zo in Hulbury. Want hier ligt namelijk ook nog iets wat ik wil hebben, namelijk een magnet. En die boost de power van Electric-type moves. En die wil je natuurlijk gelijk geven aan Thor. Thor kan Electroweb niet leren? Nou, dan niet. Dan gaan we eens even kijken wat dit mevrouwtje allemaal te koop heeft. Zij heeft hier namelijk Wave and Sea Incense. En hiermee boost je de moves van het watertype. Dus hier koop ik er ook gelijk even 4 van. Want die kan ik dan gelijk aan alle andere Pokémon geven. Zodat ook zij geboost worden. Straks ga ik ze natuurlijk ook andere items geven. Waardoor bijvoorbeeld de grondtypes geboost worden. Maar voor nu is dit wel even handig. Dan ga ik mijn Pokémon healen. En dan zijn we helemaal klaar voor Nessa. En die gaan we proberen in de volgende aflevering te verslaan. Doe even dat blauwe duimpje omhoog als je deze serie leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal als je meer Nintendo en Pokémon video's wil zien. Wil je me ook live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op Twitch.tv/Rickatu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!